Ja, voorzitter, dank u wel. Ook bij GroenLinks zijn we eigenlijk ontzettend blij voor al die kinderen. Meer dan 600 horen we nu steeds, die hier vaak geboren zijn of hier op hele jonge leeftijd naartoe gekomen zijn, die hier op voetbal zitten, die hier naar school gaan en die zo lang in onzekerheid hebben geleefd. Het is ontzettend goed dat die kinderen nu, hoop ik, heel snel duidelijkheid krijgen. En daar kan de staatssecretaris misschien inderdaad nog wat meer over zeggen. Hè? Om hoeveel kinderen gaat het nou precies? De brief is daar nog best wel vaag over. En hij kan misschien ook zeggen hoe snel dat allemaal gaat. Want kinderen die zo lang in onzekerheid hebben gezeten, hebben nu recht op snelle duidelijkheid. Voorzitter, ik hoop dat de staatssecretaris kan zeggen hoe die duidelijkheid en wanneer die duidelijkheid gaat bieden. Voorzitter, ik ben ook blij voor al die mensen die zich om het lot van deze kinderen bekommerd hebben de afgelopen jaren. De mensen in de Bethelkapel, de mensen, de dominees, de 600, 700 predikanten die voortdurend klaar stonden om daar te gaan preken. Al die activisten, tv-presentatoren die handtekeningen hebben opgehaald, et cetera, et cetera. Het loont dus, het helpt dus kennelijk om, als je onrecht ziet in de samenleving, om je daartegen te verzetten. En daar ben ik blij om dat we een democratie hebben waarin dat soort geluiden uit de samenleving in het parlement doordringen. Dat wil ik ook graag gezegd hebben. Ik heb ook nog wel vragen, voorzitter, over het akkoord dat door de vier coalitiepartijen is bereikt. En mijn eerste vragen gaan eigenlijk over wat er nou precies over de discretionaire bevoegdheid is bedacht. Want je kunt wel zeggen dat die bevoegdheid halen we weg bij de staatssecretaris en die beleggen we nu bij de IND. Maar er is uiteindelijk maar één iemand verantwoordelijk voor de IND. En dat is de staatssecretaris. Je kunt beslissingen die zo cruciaal zijn in het leven van een asielzoeker natuurlijk niet aan een ambtenaar delegeren. Dat kan niet. Daar moet je hier in de Kamer uiteindelijk verantwoording over afleggen. En ik zou de staatssecretaris willen vragen hoe hij dat denkt te doen op het moment dat hij zegt, of dat de partijen, de coalitiepartijen zeggen, we hebben dat gedelegeerd aan de IND. Voorzitter, waar ik ook vragen over heb, is de afspraak die kennelijk gemaakt is om dat beroep op de discretionaire bevoegdheid alleen nog maar helemaal in het begin van de asielprocedure te kunnen doen. Wat betekent dat nu als een kind bijvoorbeeld later nog in de knel komt? Als het toch niet lukt om de papieren oplossing die we nu hebben bedacht voor snelle procedures in de praktijk ook daadwerkelijk te effectueren? Als een kind hier toch geworteld raakt? Als de rechter misschien al een uitspraak heeft gedaan, maar iemand daartegen in beroep wil. Bijvoorbeeld de IND zelf, die heel vaak in beroep gaat tegen uitspraken van de rechter. Kan de staatssecretaris garanderen dat dat nu ook niet meer gebeurt? Dat ook de IND niet meer in beroep zal gaan om op die manier procedures te verlengen en kinderen toch weer hier laat wortelen? Ik zou daar graag wat meer helderheid over hebben, mevrouw de voorzitter. De heer Voor de Wind. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het probleem van de huidige discretionaire regeling was dat je pas daar een beroep op kon doen als alle andere procedures geweest waren. En dat kon nog wel eens jaren duren. Dat betekent dat de kinderen heel lang moesten wachten totdat ze pas daarop een beroep konden doen. Als de heer Van Ooyink de brief heeft gelezen, dan ziet hij ook dat die schrijnendheidstoets, zoals die dan nu gaat heten, gedurende de hele procedure tot en met het hoger beroep gaat gelden. Dus gedurende de hele procedure, dus niet alleen maar bij het aanvang van die procedure, maar tot en met hoger beroep, kunnen gezinnen aanspraak maken op die schrijnendheidstoets. De heer Van Ooyink. Voorzitter, ik heb aan de staatssecretaris, ik heb de brief gelezen hoor. Ik kan de heer Voor de Wind op dat punt geruststellen. Het was een fijne, korte brief. Dus ik heb hem gelezen. Dat is, wil ik toch even geruststellen op dat punt. Mijn vraag aan de staatssecretaris, maar die zou ik straks ook aan u kunnen stellen als u aan het woord bent, is of er voorzien is in mogelijkheden dat kinderen die hier waarschijnlijk door niemand gewild, maar toch al heel lang zijn, bijvoorbeeld omdat ze heel lang hebben moeten wachten voordat hun procedure überhaupt begint, zoals op dit moment het geval is, en die hier geworteld zijn geraakt, of die in de toekomst nog
aanspraak kunnen maken op zoiets als een discretionaire bevoegdheid van de IND. Of dat je zegt, nee, we gaan dat nou juist helemaal, want zo heb ik het akkoord begrepen, helemaal aan de voorkant regelen. Ik zie de heer Asmani, u ziet dat niet, maar ik zie de heer Asmani instemmend knikken. Dat zeg ik even. Ja, ik zie nu hoe u reageert, maar dat ga ik niet zeggen. Want ik wil juist weten. Kijk, discretionaire bevoegdheid betekent, dat doe je in een noodsituatie. Hè? En als ik het akkoord goed begrijp, dan zegt dat, die noodsituatie die trekken we helemaal naar voren. Dat kan alleen nog maar aan het begin. En dan heeft de rechter uiteindelijk het laatste woord. Daarna is het klaar. Dat zou ik geen verbetering vinden. Voorzitter, mijn grote bezwaar zit toch wel tegen wat er is afgesproken over hervestiging. Want dat is toch echt miserige koehandel eigenlijk, lijkt het. Hè? We hebben de VVD altijd gehoord over opvang in de regio. Hè? Dus de landen in de wereld die al 90-95% van de vluchtelingen opvangen, die moeten het liefst 100% van de vluchtelingen opvangen. En nou hadden we een afspraak dat we 750 van die miljoenen vluchtelingen, 750 in Nederland zouden opvangen. En nu is een akkoord gesloten tussen vier partijen en nu heeft iemand kennelijk gezegd, om de balans te herstellen, willen we die 750 terugdringen naar 500. Wie, voorzitter, zou ik de staatssecretaris willen vragen, is nu vandaag trots omdat hij dat heeft uitonderhandeld. Omdat hij heeft uitonderhandeld dat we de meest kwetsbare mensen uit de meest kwetsbare landen, die al de meeste vluchtelingen opvangen, dat wij daar ons aandeel terugschroeven met een derde van 750 naar 500. Ik hoop dat de staatssecretaris mij dat kan uitleggen. Wie dat wil, wie daar blij mee is, dat dat er nu in staat en hoe zich dat verhoudt tussen alles wat het kabinet ons vanaf de allereerste dag van zijn aantreden heeft gezegd. Namelijk dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen en dat wij dan hier ons eerlijke aandeel zullen leveren in het hervestigen van de meest kwetsbare mensen. Dank u wel, meneer Van Ooyek. Dan geef ik nu het woord aan de heer Jasper van Dijk namens de SP.